dit is vooralsnog een lege zeebodem. Iedereen mag erop één stukje koraal schilderen. Het leuke is dat dit een internationale samenwerking is met het Reef Restoration Foundation in Australië. Die planten en kweken koraal en verzorgen dat een jaar lang. The world's climate is changing. And it's changing at a rate that scientists tell us has not been seen for around 800,000 years. On the Great Barrier Reef, as with other great ecosystems of the world, this creates a challenge to adapt, with the likely consequence being the loss of biodiversity. Zo krijgen we dus voor elkaar dat elk stukje koraal dat hier geschilderd wordt, ook daadwerkelijk wordt geplant in het Great Barrier Reef. Kijk. Our longer term goal is to care for our nursery corals through to reproductive viability, so they can regenerate reefs as nature intended. Ik heb net de eerste koraal getekend op jouw prachtige schilderij. En daarmee de aftrap te geven van onze bijdrage, van de Zwollenaren, aan de natuur elders in de wereld, in dit geval het Reef in Australië. En wij doen daaraan mee. Wij steunen dat van harte, want wij geven ook in Zwolle om de wereld, om de natuur. We're all in this together and we all have a role to play if we have a secure and bright future for the world we live.